Beide clubs lieten in de eerste ronde punten liggen, want NAC verloor met 4-3 van Zwolle, verrassend. En Veendam kon thuis niet winnen van Telstar. Nu dus NAC Veendam met Koert Westerman. Na het verlies van NAC tegen FC Zwolle begin van deze week is er in Breda toch enige twijfel ontstaan. Bestaat het nog wel, het avondje NAC? Eerste kans van de wedstrijd, Regilio Simons, de spits van NAC, die kwam van Fortuna Sittard met een goede mogelijkheid. Maar Verlatse heeft een beweging in huis en Vatimouri tegenover zich is langs Vatimouri het schot. Van der Vlag er goed tussen. Ook de tweede spits van NAC dus een kans. Argiel Arverlatse. Arverlatse. Mooi gedraaid. Rick Versteeg mee opgekomen. Versteeg. Een zwak rolletje en Simons komt inglijden. 13 minuten gespeeld. 1-0. Zijn tweede doelpunt in de totendivisie voor NAC. Regilio Simons met een gelukje in balbezit gekomen via Van der Vlag. Maar dit keurig ingegleden. 1-0. Kruif, mooi op Blauw. Blauw door. Blauw voorlangs. Toch even Veendam. Eerste kansje van de wedstrijd eigenlijk via Arjan Blauw. Mooi doorgelopen. Boudelje. En een goede paas op Simons. En daar komt Van der Vlag. En Simons wordt eruit gehaald. Westerink heeft het gezien en besluit niks te geven. Het was een overtreding en het is zeker een blessure bij Simons. Simons heeft het nog geprobeerd, maar hij moet er toch vanaf. Hij wordt vervangen door Ante Milicic. Versteeg met een schot. Geblokt en gekraakt. Het komt bij Stuart. Hendrik zit terug. Arverlatse! Prachtige omhaal van Argiel Arverlatse. Ook hij enigszins goedkoop in balbezit gekomen via de schouder van Hendriksen. Maar mooi afgemaakt. 2-0. Vlak voor rust. Ili Hendriksen. Het is de bedoeling dat Vatimouri dan meekomt, de linksback. Goeie paas en dit is een goede kans. Kans van Marnix Kolder. Alfred Schreuder, goed voor NAC dat hij er nog bij is en dat hij nog niet naar Vitesse is, want hij is een belangrijke factor voor NAC op het middenveld. Dit is mooi van Goudelje naar Milicic, daar is Schreuder doorgelopen en dan maakt hij nog een doelpunt ook. De architect van NAC scoort zelf, Alfred Schreuder. 3 minuten na de rust is het 3-0 en dan lijkt het hopeloos voor Veendam en zij vieren feest. Hendriksen. Hendriksen op de paal. Dit is dan toch de grootste kans voor Veendam. Maar hij vindt alleen de paal. Kolder wilde Ili. Was wat knullig. Geen buitenspel voor Arverlatse. Mag doorlopen en scoren. Ja, nu gaat het hard oplopen. 67e minuut. Argiel Arverlatse. 4-0 NAC. En hoeveel ruimte heb je nodig? Bijna geen ruimte tegen deze Peter van der Vlag. Vlag. Wat kort, want daar is Goudelje. De boy is aan Goudelje. Gaat de kaas inmiddels bij Veendam. Moet worden bijgezegd dat er vooral middenvelders in de verdediging staan bij Veendam. Wegens blessures van de echte verdedigers. Maar toch, 5-0. Arverlatse nog één keer door de Veendamse boter als een warm mes. Nee, Van der Vlag met zijn voetje. Of toch Arverlatse nog. Afgeven op Milicic, die maakt er dan 6-0 van. Nee, de paal. Het blijft 5-0, maar het avondje NAC. Dat bestaat nog wel zeker, ook in de totendivisie.